We hebben de studio vlakbij huis, dus dat scheelt. Vroeger reden we naar Doetinchem maar met twee uur onderweg en nu is het een kwartiertje rijden en dan zitten we in de studio. Dus en dat is gewoon het voordeel dat we nu, dan kunnen we veel meer tijd aan besteden. Het nieuwe album, waarin verschilt het zich ten opzichte van de andere albums? Wat Bert ook al zei, eerder gingen we altijd naar Doetinchem bij Dick Kemper. Alleen we hebben dit jaar gekozen voor Jef Zwart. En Jef die is gitarist en Dick is bassist. En hun denken is misschien toch ook anders. Ik ben zelf ook bassist, ik denk altijd heel anders. Dat het helemaal niet. Nee, precies. Nee. Alleen dan krijg je misschien dat de gitarist die is wat melodieuzer, zeg maar, qua introotjes en eindes van nummers, zeg maar. En ja, en de productie, qua geluid, qua warmte en vooral hoe die in de auto zit, zeg maar. Simpel gezegd, als je hem op 60 zet, dan is hij nog mooi. Maar als je hem op 20 zet, zachtjes, dan blijft hij ook mooi. Weet je? Dus dat, ja, productietechnisch is hij ook wat anders. Er is ook langer nagedacht over de liedjes. Jef is daar ook wel van op invloed geweest. Het is wat breder. Het is niet meer continu het mooi warklikje. Het is wat melodieuzer ook. Het voordeel was natuurlijk ook dat we eerst de nummers uit kunnen werken. Echt een demo kunnen maken. We hebben 4, 5 nummers en maken daar gewoon elk nummer gewoon een goede demo van. En dan, ja, je kunt veel meer. Je kunt, stel dat is van te gek. En dan een week later denk je van, we doen het zo weer. Want dan komen we dat heel gauw aanpassen. En nu de eindelijke versie, die werd dan gewoon opgenomen. En dan gingen we de drums opnemen in Leeuwarden. Bij Nico. Nico, de drummer van de Kast. Nico Oudhuizen. Ja. En dan kwam het spul weer terug. En dan gingen wij mooi, de gitaartjes, de zang en veel relaxter allemaal. Ja. Dus,